Als je de Amerikaanse politiek wilt begrijpen, dan zal je ook iets moeten weten over de Republikeinen en de Democraten. Waar zij voor staan en waar zij vandaan komen. Nou, daar gaan we in deze video eens naar kijken. Want al vanaf halverwege de 19e eeuw wordt de Amerikaanse politiek gedomineerd door deze twee partijen. Aan de ene kant de Republikeinen en aan de andere kant dus de Democraten. Die Republikeinen die hebben als officieel symbool de olifant. En het officieuze symbool voor de Democraten is de ezel. Waarom dat zo is, ja, dat doet er in dit geval niet zo heel veel toe. Gaat ook te ver om daar nu te diep op in te gaan. Die symbolen hebben in ieder geval een oorsprong in de politieke cartoons van de 19e eeuw. Maar goed, we gaan eens even kijken waar die partijen voor staan. Maar voordat we dat kunnen gaan doen, eerst even een paar algemene kenmerken. Want ja, die Amerikaanse politieke partijen die zitten toch iets anders in elkaar dan bijvoorbeeld de Nederlandse politieke partijen. Ze zijn veel losser georganiseerd bijvoorbeeld. En congresleden die worden dan ook gekozen door de kiezers in hun eigen staat of in een kiesdistrict. En die houden dan ook vooral rekening met de wensen van die mensen uit die staat of uit dat kiesdistrict. En dat betekent ook dat er geen echte grote partijleider is die een bepaalde ideologische koers uitzet. Die zegt, nou hier staan wij voor als Republikein of hier staan wij voor als Democraten. Er is geen duidelijke ideologie, geen heel duidelijke visie op de maatschappij. Die kan dus nogal eens veranderen. Het gevolg daarvan is dus ook dat zowel de Republikeinen als de Democraten ja, een heleboel verschillende mensen in hun partij hebben. Aan de ene kant hebben ze allebei heel behoudende mensen, mensen die het liefst alles bij het oude wilden laten. Maar aan de andere kant hebben ze ook altijd een heel vooruitstrevende vleugel, een radicale vleugel die juist wel veranderingen bepleit. Nou, dit geldt dus voor allebei de partijen. Nu eens even kijken naar waar zij afzonderlijk ongeveer voor staan, ook al is er geen duidelijke ideologie. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog zijn het Republikeinen die strijden voor de afschaffing van de slavernij. Dat vinden zij een goed iets. Zij zijn voor zogenaamde free labor, vrije arbeid. En als dan die slavernij afgeschaft is, dan blijven de Republikeinen strijden voor gelijkberechtiging van de zwarte bevolking. Dat vinden zij een goed iets, dat die gelijk behandeld worden ten opzichte van de blanken. Daarnaast zijn zij in die 19e eeuw voor een sterke federale overheid die de industrie beschermt door middel van invoerheffingen. De overheid moet zich volgens de Republikeinen in de 19e eeuw dus heel erg bemoeien met de economie. Democraten zijn juist het tegenovergestelde in de 19e eeuw. Zij vinden die afschaffing van de slavernij niet. Dat komt omdat de Democraten in de 19e eeuw vooral hun aanhang hebben onder de blanke bevolking van de zuidelijke staten. En dat zijn nou juist ook de staten waar de slavernij is, waar de grote slavenplantages zijn. En daarom moeten die democraten ook veel minder hebben van die gelijkberechtiging van de zwarte bevolking. En ook zo'n sterke, bemoeizuchtige federale overheid vinden zij niks, daar zijn zij op tegen. Nee, die democraten zijn in de 19e eeuw veel meer voor de rechten van de deelstaten. Die moeten zoveel mogelijk onafhankelijk opereren, vinden de democraten. De federale overheid moet zich niet zoveel bemoeien met de binnenlandse politiek. Dat moeten ze overlaten aan de deelstaten. Oké, vrij duidelijk die tegenstellingen tussen die partijen. Maar, zoals ik al zei, ze hebben geen duidelijke ideologie en die ideeën wisselen dan ook nog wel eens. En daarom zie je dat vanaf het einde van de 19e eeuw die ideeën van zowel de Republikeinen en de Democraten anders worden. Eigenlijk zou je gewoon de symbooltjes om kunnen draaien, want ze gaan eigenlijk bijna precies het tegenovergestelde denken van wat ze ervoor dachten. Die Republikeinen die worden steeds conservatiever, die worden steeds behoudender. En zij gaan vooral opkomen voor de bourgeoisie en het bedrijfsleven. En die bourgeoisie dat is een chic woord voor de burgerij. De middenklasse en de gegoede burgerij. Daar gaan zij voor opkomen. En immigranten, die zeker vanaf de jaren 1880 in grote getalen naar de Verenigde Staten komen, ja, daar moeten ze eigenlijk weinig van hebben. En terwijl ze in de 19e eeuw nog heel erg voor overheidsingrijpen waren in de economie, vinden ze dat nu ineens niets meer. De federale overheid moet zich zo weinig mogelijk bemoeien met de economie, vinden de Republikeinen nu. Wat zij wel belangrijk vinden, zijn regels voor morele kwesties. En daarbij moet je vooral denken aan bepaalde christelijke waarden en normen die gegarandeerd moeten worden. Op dit moment is de hele abortuskwestie bijvoorbeeld nog steeds een heet hangijzer in de Amerikaanse politiek. Republikeinen zijn over het algemeen fel tegen abortus, want dat is volgens hun in strijd met de Bijbel. Nou, terwijl die Republikeinen steeds conservatiever worden, wordt die Democratie juist steeds progressiever, steeds vooruitstrevender. En waar die Republikeinen opkomen voor de hogere klasse uit de maatschappij, daar komen de Democraten juist op voor de sociaal zwakkere, de onderklasse.
En dat geldt dus eigenlijk ook voor die immigrant, alhoewel ze daar niet zo'n heel duidelijk standpunt over innemen. Waar ze wel een heel duidelijk standpunt over in gaan nemen, die democraten, is de rol van de overheid. De democraten zijn voor een big government. Een federale overheid die zich bemoeit met de economie en die bijvoorbeeld ook zorgt voor sociale wetgeving, voor een verzorgingsstatus. Nou, je ziet dus dat er in de Verenigde Staten twee partijen zijn die behoorlijk tegengesteld zijn aan elkaar. En het maakt dus ook nogal uit of de regering gevormd wordt door republikeinen of door democraten. Maar dat zullen we bij het examenonderwerp ook meerdere malen nog gaan tegenkomen.